De reportage ziet er nog hetzelfde uit als toen we hem in augustus uitzonden. Alleen is hij nu ondertiteld. Sinds de Amerikaanse tv-ster Bam Margera hem op zijn Facebook heeft staan, is het filmpje immens populair. Ik heb wel heel veel verschillende reacties gehad, maar nu in zulke grote aantallen, dat is me nog niet gebeurd. Via internet heeft de Lopifit al een nieuwe afzetmarkt gevonden, het Midden-Oosten. De komende 5 jaar gaan er jaarlijks 1000 exemplaren naartoe. Dat klinkt raar, maar het is logisch, want een gewone fiets werkt daar niet goed. Ik weet niet hoe vrouwen dat doen, maar... Nou, het op- en afstappen, dat is met name even een knelpunt. En in de woestijn is zo'n zadel veel te zweterig. Daar heb je op de Drentse loopfiets geen last van. Merk je al meteen verschil? Nou, echt geen zadelpijn, hè? Maar qua opstappen? Nou, dat ging even een stukje gemakkelijker. En dit vinden ze in Qatar mooi? Nou, in ieder geval, diegene die het geprobeerd heeft in Nederland, die vond het geweldig. En nu ontdekt Amerika ook de Lopifit. Bruin hoopt met zijn vinding de hele wereld te veroveren. It is an awesome bike. Ja? Really, you should try it. En nou in Duits? Het is een schönes... Duits en Arabisch, daar zijn gelukkig anderen voor. Dus kan binnenkort de eerste fiets richting Qatar. Abdul, this one is a special for you. Enjoy it.